De kamper kunstenaar Wim Visser werd afgelopen week onaangenaam verrast door een actie van Hives. De sociale netwerksite heeft namelijk zonder overleg met de schilder opeens zijn site op non-actief gezet. Toen Wim begin deze week wou inloggen op zijn Hives-account, lukte dat opeens niet meer. Eerst dacht de schilder aan een storing, maar toen zag hij een e-mail van Hives. Ja, in de e-mail stond van dat het porno was, dus ik schrok ervan, want ja, ik heb geen porno op mijn site staan. Maar daar denkt Hives kennelijk anders over. Het ging om een aantal geschilderde naaktportretten. Volgens Hives waren er te veel geslachtsdelen te zien. Het profiel was trouwens alleen te bekijken nadat de internetter vrienden met Wim Visser was geworden. De populaire netwerksite spreekt van een grensgeval. De kunst is toch is kunst en het is niet de bedoeling om te shockeren. Als je wil shockeren, dan heb ik het als kunstenaar toch slecht gedaan, want dan had het wel beter gekund. De schilder is bijna 500 vrienden kwijt. Maar gelukkig heeft hij ook nog een andere Hives. En daar komen veel reacties binnen op het nieuws. Ondanks de blokkering van zijn site is Wim niet boos op Hives. Nee, ik ben niet echt boos op Hives. Het is alleen een... ik kan het niet begrijpen. Het onkunde van hun, denk ik. En geen begrip. Wim heeft verder nog geen reactie van Hives gekregen. De profielsite kan in ieder geval niet meer worden teruggeplaatst.